In deze serie date ik met mensen die jij misschien niet zo snel tegenkomt. Laat in de comments weten wie jij hier wilt zien zitten. Deze week date ik met Glenn. Hij is biseksueel. Flirten of versierd worden? Flirten. Mannen of vrouwen? Vrouwen. Tinder of Grindr? Tinder. 1 of 2 walletjes? 1. Panseksueel of biseksueel? Biseksueel. Hoe heb je ontdekt dat je bi bent? Ik denk toen ik ongeveer naar de middelbare school ging, toen kreeg ik als het ware als een soort wolkje kwam een gedachte van, ja, ben ik homo? Dat was eigenlijk het eerste. Maar het was niet dat ik dacht, ja, dat ben ik of zo. Totaal niet eigenlijk ook. Maar ik voelde me ook niet per se super hetero. Maar ik wist wel altijd zeker dat bi niet kon, want bi dat is voor de mensen die niet kunnen kiezen. Dus dat kon ik niet zijn. Dus op een gegeven moment werd ik 's ochtends wakker en dan dacht ik, Jezus, ja, wat moet ik daarmee? En dan overdag op school ging ik dan opletten dat ik niet met mijn benen over elkaar ging zitten, want dan zouden misschien mensen denken dat ik gay ben. Dus de hele dag was ik zo bezig dat ik niet gay zou overkomen. En dan 's avonds in bed lag ik alleen maar over te piekeren dat ik het niet wist. En ik had wel, als ik homo zou zijn, dat zou ik niet erg vinden of zo. Ik wist wel dat dat het niet was. En wat ik het vervelend vond, was dat er een stukje in mij was wat ik niet kende of zo. Maar waarom bestond die optie niet? Want het is er wel degelijk. Kijk, bij gay of homo heb je een plaatje en je hebt heel veel stereotypes. Je kent, of tenminste, ik ken best wel veel mensen, er wordt over gepraat. Maar bij bi is dat, ik kende niemand die bi was. Dus dat is, ja, het is heel erg onzichtbaar. En heel veel mensen zeggen, ja, maar dan weet je het nog niet, dan ben je er nog niet over uit. Of het is de ontkenningsfase, of er zijn heel veel van die vooroordelen. Dus je gaat dan ook zelf denken, ja, maar zou het dan zo zijn dat ik nu alleen naar meisjes kijk omdat ik niet gay wil zijn? Hmm. Maar ik wist ook wel dat dat niet was, dan klopte het allemaal niet. En waardoor kwam dan op een gegeven moment wel dat je dacht, oké, ik ben dit dus? Je hebt ook heel veel mensen die zeggen, ja, maar je moet het dan gewoon een keer allebei proberen. Nou, dat leek me dus verschrikkelijk, want dat stond ook heel erg haaks op mijn idee of zo, dat je dan met seks daar wel uitkwam. Maar ik had op een gegeven moment in de 5e klas had ik het ook wel een keer gedaan met een meisje. En later toen ook met een jongen. Ik denk wel dat dat het doorslaggevende punt was. Ook al vond ik dat dat echt niet zou mogen. Maar het gaf wel een soort duidelijkheid. Ik dacht, als ik dit nou allebei ook leuk vind en spannend, ja, dan moet het wel, zeg maar. Dan kan het niet meer anders. Hoe is het om als bi uit de kast te komen? Ik had dat gedaan op de verjaardag van mijn moeder. We gingen uit eten. En mijn ouders die zeiden dus al ook wel eens bijvoorbeeld, ja, als je later met een vrouw thuis komt. Of man, dat kan natuurlijk ook. Maar ik vond het dus wel zo spannend, ik dacht, ik wil het niet thuis doen. Dus we gingen naar een restaurant voor mijn moeders verjaardag. Ik dacht, nou, voordat we daaruit zijn, dan moet ik het gezegd hebben. Dus op een gegeven moment zat ik daar, dus ik zei zo, ja, ik wil wat vertellen. Ik val niet alleen op meisjes. En mijn moeder zegt, huh? Dat kan toch helemaal niet? Dan met een jongen, dan met een meisje? Nou, mijn vader zei helemaal niks. Maar wat ik wel ook heel erg belangrijk vind, is dat eigenlijk wat mijn moeder had, dat is natuurlijk, als ik het nu vertel, vind ik het super logisch. Want ik heb dat zelf ook die 5 jaar gehad, dat ik dacht, huh, wie? Kan toch niet? Terwijl toen ze dat toen zei, dacht ik echt. Zou je kunnen zeggen dat de dingen voor jou zijn veranderd na je coming out? Goeie vraag. Ik heb hem niet zelf bedacht. Ja, er zijn wel dingen veranderd. Ik denk, er gingen best wel veel dingen stiekem ook voordat ik uit de kast was gekomen. Maar wat deed je dan allemaal stiekem? Nou, bijvoorbeeld naar gayfeest gaan, dat was toen heel erg stiekem. Want als ik dat zou vertellen, zouden mensen denken dat ik gay ben of zo. Hmm. Stel dat je met een jongen hebt gezoend. Ja, je gaat dan niet zomaar zeggen, ik heb met een jongen gezoend als je nog niet uit de kast bent. Je verborg dat nog gewoon een beetje. Ja, dus ik denk dat is heel erg open gegaan daarna. Ja, en gewoon dat ik er niet meer mee bezig hoefde te zijn. Dat is natuurlijk ook heel erg chill. Ja, voelde je nou, je ja, wel? Het is niet zo dat je er niet meer mee bezig bent trouwens. Want ik heb daarna ook nog wel weer een soort nieuwe struggles gekregen. Zeggen dat je bi bent in een homokroeg, dat blijkt dus echt een mega ding te zijn. Maar daar had ik nooit over nagedacht. Dat is misschien ook wel weer een plek waar ik het helemaal niet zo snel zou vertellen als het niet ter sprake komt. Zie jij jezelf echt als een ander mens, zeg maar, voor die coming out? Ik had heel erg een muur opgebouwd doordat je polsen benen over elkaar zitten, voorkomen dat anderen denken dat je gay bent. Maar van die muur heb ik heel lang last gehad, omdat dan, ja, toen op een gegeven moment had ik het wel verteld. Maar ik was er zo mee bezig altijd en geweest, dat ik dacht, ja, maar hoe zou ik eigenlijk anders zitten of zo? Ik wist heel veel dingen ook niet meer, omdat ik zo mezelf een soort maskertje op heb gezet natuurlijk. En om dat dan weer af te breken, daar had ik heel veel moeite mee. Het is heel erg lastig. Ik heb nu nog steeds wel eens dingen. Ik ben bijvoorbeeld heel goed in liegen hierdoor geworden. Maar daar heb ik nog best wel last van gehad. Ja, en hoe merkte je dat dan nog? Nou, dat liegen en dat je soms ook wel een soort zoektocht naar je anders voordoen. Dus ja, ook. Wie ben ik dan als ik me niet anders voordoe? Wat zit er dan achter dat muurtje of dat masker? Dus je moest wel, toen die coming out was geweest, weer een soort van opnieuw op zoek naar jezelf. Ja,
Van hoe zit ik dan eigenlijk het lekkerst? Misschien wel met die benen over elkaar of helemaal open? Of, ja, precies. Dat is dat natuurlijk een heel simpel voorbeeld. Mm. Maar dat was ook met hele ingewikkelde... Nee, maar dat vind ik heel herkenbaar. Ja. Ik weet ook nog wel dat ik daar altijd over nadacht. Ja. En toen ik dacht ik ben gay, dacht ik nou dan ga ik lekker met die benen over elkaar zitten. Maar het is zo stom ook dat je dat toch linkt aan... Ja, want het slaat natuurlijk helemaal nergens op. Er zijn ook heel veel hetero-mannen. Ja. Zeker, misschien de puberteit minder, maar als je naar oudere mannen kijkt, heel veel mensen zitten met hun benen over elkaar. Mijn vader zat altijd met die benen en toen was ik uit de kast gekomen en toen dacht ik, oh ja, eigenlijk zit mijn vader zo ook altijd. Ja. Het is zo stom dat je dat dan toch zo aan elkaar koppelt. Ja, zeker. Maar ja, het is ook echt bizar hoe je daar, hoe intens je daarmee bezig kan zijn. Ja. Ben je niet gewoon gay? Ja, nou, die vraag die komt wel regelmatig. Laatste tijd niet meer zoveel. Zeker niet nu ik een vriendin heb natuurlijk. Nee, dan kunnen ze er niet meer omheen. Maar goed, het is wel zeker... Aan het begin krijg je heel vaak die vraag tegen mensen zeggen... Ja, want het is een fase. Het komt nog wel. Je durft er nog niet aan toe te geven. Waarom denk je dat mensen dat zeggen? Ik denk dat die mensen, net als mij in het begin... gewoon ook niet weten dat biseksualiteit bestaat. Je hoort zo weinig dat iemand biseksueel is. Dat is ook nog een heel groot voordeel. Dat je een man en een vrouw wilt... Maar ik merk wel dat mensen tegen mijn vriendin zeggen van... Ja, maar hij is hartstikke gay of zo. Of pas op. Of hij moet er nog achter komen. En dat vind ik echt heel naar. Of ook tegen mijn zusje is dat ook wel eens gezegd op de middelbare school. Dus hoe mensen om mij heen daar last van hebben... En zij vinden het ook een soort van pijnlijk en naar of zo, volgens mij wel. Ja, want waarom voelen mensen dan ook die urge dus? Om haar te waarschuwen. Ja. Ja, om haar dan te behoeden of zo. Dat ze straks geen relatie heeft gehad met iemand... die er dan daarna achter zou komen dat hij gay is of zo. Is het anders om met een man te daten dan met een vrouw? Ja, ik weet ook niet, dat is een beetje raar. Want ik heb het idee bij mannen, die willen mij heel erg graag. Echt te graag meestal. Dat ik het een beetje eng vind worden ook. Ik denk dan is altijd gewoon, ja, maar jij wilt alleen maar seks. Of zo. Oh ja. Ik knap er echt enorm op af. Ik vind ook misschien altijd wel het spannendste aan seks... dat je niet weet of het gaat lukken om seks met iemand te hebben. Bij vrouwen moet ik dus heel erg mijn best doen. Mm. Zo. Maar dat was zo raar dat ik op een gegeven moment dan bij mannen... die heb ik dan ook maar uitgezet op Tinder. Omdat ik dacht, ja, jij wilt toch alleen maar seks. Maar jij zegt dus dat eigenlijk met een vrouw daten vind je leuker. Want je moet daar veel meer moeite voor doen. En met een man gaat het snel alleen maar op seks. Ja, nou, misschien is dat nu ook wel iets wat vooral in mijn hoofd zit. Hoor. Dat ik gewoon heel snel denk, oh ja, maar jij wilt alleen maar seks of zo. Ik weet niet of dat ook echt zo is. Maar dat is door iets gekomen, toch? Nou, dat bij een man heb ik het idee dat het dus heel, heel direct en heel concreet. En eigenlijk al voordat je hebt afgesproken, dan weet je al... wat je gaat doen of dat je iets gaat doen, weet ik. En bij een vrouw... Herken ik mezelf al in. Nee, bij een vrouw heb ik heel erg het idee dat je iemand moet versieren en veroveren. En dat je je er best voor doet van beide kanten. Ik vind dat stukje, ik vind eigenlijk ook bij seks het voorspel. Alles ervoor gaat het wel, gaat niet gebeuren. Hoe lang je die spanning op kan bouwen, ja, dat vind ik heel erg mooi of zo. Ik vind het ook veel spannender als je er heel erg je best voor hebt gedaan... dan dat er iemand voor je deur staat en je gaat even neuken. Ja, ik weet niet zo goed, het is ook wel... Ik vind het ook wel iets spannender met een vrouw, omdat die dingen heeft die jij niet hebt. Bij een man weet je natuurlijk wel precies hoe het voelt of zo. Ik ben ook aan het denken, ik heb ook nooit, denk ik, uiteindelijk een date gehad via bijvoorbeeld een app met een man, maar wel met heel veel vrouwen. Maar dat kwam dan meestal meer, als ik het dan ging doen met een man, dan kwam het ook door eerst op een borrel. En dan ook eigenlijk wel het langzaam, omdat als dat sneller, ja, daar heb ik gewoon zin in. Zeg ik ook gewoon, gaan we niet doen of zo. Ja. Ben je nooit bang dat je iets van het andere geslacht moet missen? Voor mij is het hetzelfde. Als je in een relatie zou zitten en je hebt ook met andere mensen seks. Als ik hetero zou zijn en alleen op vrouwen zou vallen en ik heb een relatie met een vrouw... Nou, zou het kunnen dat je iets mist, maar waarschijnlijk niet. Dus als ik nu een vriendin heb, dan mis ik geen seks met een man. Dat is ook geen heel ander ding, seks met een man. Het is allebei seks. Is het niet omdat jij nu dan een vrouwenlichaam tot je beschikking hebt... dat je dan een mannenlichaam, dat je daar zin in zou hebben? Nee, maar dat is denk ik ook niet anders... Als dat je bijvoorbeeld een vriendin hebt die grote borsten heeft... en dan heb je geen vriendin die kleine borsten heeft. Ja. Ja, dat heb je dan ook niet. Het is ook niet dat ik bijvoorbeeld denk... nou, hierna moet ik echt een relatie met een man hebben of zo. Het maakt gewoon niet uit of iemand een man of vrouw is. Dat is het. Heb jij iemand die hier graag zou willen zien? Laat het dan weten in de comments. En ben je benieuwd naar het hele gesprek? Check dan de podcast via de link in de beschrijving. Zo. Eet jij eigenlijk liever een meer groene banaan of een bruine? Liever wel groen hoor. Bruin is dat zo soepig of zo. Ik heb dus iets geleerd. Groen zorgt voor obstipatie.